Hoi allemaal, welkom bij Fem. Het is herfstthema week en ik moet zeggen dat herfst mijn favoriete seizoen is. En ik dacht, oh, dat vind ik leuk. En toen zat ik te denken, ja, wat ga ik nou weer doen? En toen dacht ik, hey, misschien is het leuk om wat tips te geven hoe je een soort ja, najaarsdip zoveel mogelijk tegen kunt gaan. Heel veel mensen hebben er last van dat ze, als het herfst wordt, dan wordt het natuurlijk wat donkerder, het wordt wat somberder. Vakantie is voorbij, de zon is vertrokken. En heel veel mensen merken dat ze dan toch een beetje down worden. Ze voelen zich niet helemaal happy en zitten gewoon niet helemaal lekker in hun vel. En dat is ook niet zo gek. Dus ja, de zomer is voorbij. Alle leuke feestjes en festivals zijn voorbij. Je gaat weer naar school. Je gaat weer gewoon aan het werk. Je bent net terug van vakantie. En dan zit je in een klein dipje. Nou, ik ga jullie vandaag tips geven om ervoor te zorgen dat je daar zo min mogelijk last van hebt. Ik verontschuldig me trouwens voor eventueel geluid wat jullie allemaal horen. Er wordt om mij heen een appartement verbouwd. En ja, daar kan ik helaas niks aan doen. Dus als jullie wat geboor en gedril en geschuur horen, ik kan er niks aan doen, sorry. Maar hopelijk valt het mee. Nou, het eerste probleem waar best wel veel mensen last van hebben is dat ze heel weinig energie hebben. En dat ze, ja, als het donkerder wordt, zich meteen moe en slapjes voelen. Er zijn een aantal dingen die je daar sowieso tegen kunt doen. Ten eerste is het gewoon heel erg belangrijk om gezond te blijven eten en om ook goed te blijven bewegen. Gezond eten zorgt er gewoon voor dat je alle vitamintjes binnenkrijgt en dat je gewoon je lichaam de energie geeft die het nodig heeft. Goed bewegen zorgt er juist ervoor dat je lichaam wat endorfines aanmaakt. En endorfines, dat zijn van die hormonen waardoor je helemaal gelukkig en happy en vrolijk voelt. En die kun je dan echt wel gebruiken. Dat gaat zeker ook een verschil maken. Nou, iets waar heel veel mensen ook heel veel baat bij hebben is lichttherapie. En lichttherapie is eigenlijk dat je gewoon hup voor een speciale lamp gaat zitten die heel erg fel is, die eigenlijk het effect nabootst van de zon. En die lampen kun je gewoon online bestellen. Ze zijn ongeveer 100 euro, maar ook nog goedkoper. En wat je dan gewoon kunt doen is dat je die bij je laptop neerzet en gewoon aanzet, weet ik veel, aantal minuten per dag. Er zijn bepaalde voorschriften voor. En dan zul je merken dat je er waarschijnlijk heel veel minder last van hebt. Mensen die echt last hebben van zo van die winterblues, die hebben er heel erg veel baat bij. Dus als je er last van hebt, is het echt iets wat je absoluut kunt proberen. Als laatste kun je natuurlijk ook gewoon af en toe lekker naar buiten gaan. Als het even niet regent en als het even mooi weer is, ga lekker naar buiten, maak een wandeling. En ook dan krijg je natuurlijk heel wat daglicht binnen. En dan zul je die lichttherapielamp niet eens nodig hebben. Nou moet ik zeggen dat ik zelf echt dol ben op de herfst en ik hou echt van die knusheid en die gezelligheid. En daar is de herfst ideaal voor. Ik vind het zelf altijd heerlijk om gewoon met een goede film, een goede serie en een hele lekkere beker thee op de bank te gaan zitten. En dat kun je in dit seizoen absoluut heel erg goed doen. Het nieuwe televisieserie seizoen is net in Amerika begonnen. En dat betekent dat er allemaal series terug zijn met nieuwe afleveringen. En dat er ook weer heel veel nieuwe series zijn. Dat vind ik ook altijd leuk. Op dit moment ben ik zelf heel erg fan van een aantal science fiction series. Dat is iets wat ik op dit moment leuk vind. Ik ben altijd een beetje all over the place als het om zulke dingen gaat. De eerste die ik heel veel kijk is Haven. Die staat trouwens ook op Netflix. Echt een aanrader. En het nieuwe seizoen is nu in Amerika begonnen. En een andere die nu ook weer begonnen is, is Saving Hope. Volgens mij staat die niet op Netflix. Maar het is wel echt een hele leuke serie, maar dat is ook een beetje science fiction-achtig. Maar dat zijn sowieso tips die ik jullie wil geven. En als je nog een leuke film zoekt, heb ik onlangs Hartenstraat gezien. Die is ook leuk. En op Netflix zijn sowieso echt superveel films te vinden. Bovendien is dit het ideale seizoen om heel erg veel YouTube te kijken. Hey, heb je alle video's van Fem toevallig al gezien? Nu is je kans. Mijn laatste tip om jezelf nog een beetje op te vrolijken in dit sombere seizoen is: ga lekker shoppen! Echt, het is een nieuw seizoen, dat betekent toch een nieuwe garderobe. Of nou ja, in elk geval een nieuwe outfit. En er nieuwe collecties hangen in de winkel en er is van alles nieuws om te zien. Dus neem gewoon even een kijkje. Heel veel mensen die zijn dan geneigd om voor bruin of grijs of zwart te gaan in de winter of in de herfst. Maar neem ook even een kijkje bij tinten als van dat jagersgroen en wijnrood, okergeel. Die zijn perfect voor de herfst, maar ze zijn niet zo heel erg somber. Ik bedoel, als je zulke tinten aan hebt, dan voel je ook meteen een stuk vrolijker. En je hoeft nog niet al je zomeritems op te bergen. Die kun je nu nog heel makkelijk combineren. Wat ik zelf heel vaak doe, is dat ik gewoon een zomershirtje combineer met een blazer en dan kan ik hem prima nog in de herfst aan. Nou, ik hoop dat ik jullie hiermee een beetje tips heb gegeven om je zo goed mogelijk te voelen in de herfst en een beetje te voorkomen dat je nu al in een herfst/najaarsdip belandt. Dat is helemaal niet nodig. Nou, ik wens jullie een hele fijne herfst en een fijne dag en tot de volgende keer. Doei! Ik wil een herfstmake-up zien, dus mijn herfstmake-up must-have. Ik heb hier alles liggen vandaag.